Nederland maakt kennis met de bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Prachtige shots, geweldige muziek, bijzondere personages. Jullie hebben een prachtige serie gemaakt die zeer gewaardeerd wordt en hartstikke goed bekeken ook. We hebben nu een hele mooie serie op de maandagavond, die heet Schuldig. En die hebben een buitengewoon intiem en intens beeld van het arme Amsterdam-Noord. Maar ook een mooie serie voor iedereen. Heel iedereen. Die mevrouw die zegt dan van, kijk, dit aapje, dat zijn jullie schulden. Die zit niet bij mij op de schouder, die zit bij jullie. Het is zo ongelooflijk mooi gedraaid, hè, films. En er is ook ruimte voor humor, dat vind ik ook fijn. Dus als mevrouw Rijksman zegt dat je nooit gewone mensen op de televisie ziet, denk ik, kijk eens naar Schulden. Oké. Okay. Er zijn nog maar 2 afleveringen geweest. Het gaat er veel over, er wordt veel over geschreven. Alleen, het is geen fictie. En daar hebben ze een serie van gemaakt. Hartelijk welkom bij deze eerste Schuldig on Tour. Wat is je belangrijkste zorg waarvan je vindt dat ze daar morgen iets aan moeten doen? Ja, dat is het systeem. Je kan bijvoorbeeld afspreken, er worden geen gezinnen met kinderen meer ontruimd. Hè? En zo zijn er wel meer dingen die je kunt bedenken. Daarom vraag ik de staatssecretaris echt haast te maken. Voorkom dat er huisuitzettingen plaats kunnen vinden wanneer er kinderen in het spel zijn. Ik wil best met mijn collega van Wonen en de Rijksdienst nog eens kijken naar, kunnen wij misschien nog een extra stapje zetten? Dat er wel rekening gehouden wordt met een bepaald bestaansniveau. Dat we mensen niet onder een bestaansminimum laten krijgen, wat al wet was, dat gaan we nu ook echt doen. En ik roep iedereen op om de spullen voor je dieren te kopen bij Dennis in Amsterdam-Noord. Je kunt beter het geld zo in het kanaal gooien, dan zie je nog een paar mooie kringetjes. Goed.